Dank u wel, voorzitter. En er zijn meerdere dossiers, zeg ik ook tegen de mensen die hier zijn, waar de rechtsstaat niet goed functioneert. En één daarvan is de uithuisplaatsing van kinderen. Het is het ergste wat je als ouder kan overkomen. Het kind dat gedwongen uit huis geplaatst wordt. En het gebeurt ongeveer 3000 keer per jaar in Nederland. En de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd heeft daar gisteren een rapport over uitgebracht. Dus een centrale conclusie daarvan is dat in geen enkele casus, er zijn 45 uithuisplaatsingen onderzocht, was het feitenonderzoek volledig op orde. Het feitenonderzoek is datgene waarop de rechter het besluit neemt om een kind uit huis te plaatsen. Dat kan op zitting zijn, maar dat kan ook met een spoedprocedure zijn, dat de rechter gebeld wordt, dat de ouders zich niet eens een verhaal kunnen vertellen en pas na maximaal 2 weken mogen vertellen wat hun kant van het verhaal is. Maar dan is het kind al uit huis geplaatst. Als dat feitenonderzoek, dat dossier niet klopt, kloppen de uithuisplaatsingen niet. En dat is wat we al heel lang zien en voor waarschuwen. Daar ligt een rapport van de heer Wojtjes dat op het ministerie van Justitie lang in een laag gelegen heeft. En mijn eerste vraag aan de regering is dan ook, zijn de huidige uithuisplaatsingen te vertrouwen? Kunt u garanderen als minister van Rechtsbescherming dat die feitenonderzoeken vanaf vandaag wel op orde zijn? En als dat niet zo is, op welke wijze zitten we dan in de rechtsstaat? En op welke wijze voldoen wij dan aan artikel 3.3 van de Jeugdwet, dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen verplicht zijn rapportages of verzoekschriften die van belang zijn de feiten volledig en naar waarheid aan te voeren? Oftewel dat het dossier op orde is. En hoeveel kinderen zijn er volgens deze regering uit huis geplaatst? Want soms zal een verschil in een dossier klein zijn en niet veel uitmaken. Maar als die fout groot is, of het hangt erom, dan kan dat het verschil zijn tussen wel of niet uit huis plaatsen. Hoeveel kinderen denkt u dat er op onjuiste gronden de afgelopen tijd uit huis geplaatst zijn? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik startte om de heer Omtzigt te bedanken dat hij dit onderwerp op de agenda zet en plaatst. Echter, liever had ik hier niet gestaan voor deze terechte mondelinge vraag. Voorzitter, de inspectie constateert dat geen enkel dossier 100% op orde is. Een stevige conclusie. En de aanbevelingen vragen daarom om een serieuze opvolging en een stevige aanpak van alle betrokken partijen. De inspectie concludeert ook dat professionals van de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen hun werk naar beste vermogen, met hart en ziel, binnen de bestaande kaders en randvoorwaarden uitvoeren. De inspectie stelt ook dat er geen grote fouten zijn geconstateerd in de onderzochte dossiers. Ik onderstreep dat omdat ik zie hoe de professionals worstelen in de praktijk met een caseload, met een uitstroom van collega's uit de verschillende gecertificeerde instellingen, met een stelsel, en dan zeg ik het maar in rond-Hollands, wat piept en kraakt en waar ik sinds ik het begin van mijn ambtsperiode heb moeten constateren, ook in de gesprekken met kinderrechters, dat juist dat feitenonderzoek, zoals de Kamerlid Omtzigt terecht opmerkt, van wezenlijke importantie is. Ik vind het goed. Ik vind het goed dat de Raad voor de Kinderbescherming Jeugdzorg Nederland al hebben aangegeven prioriteit dan ook te geven aan een goed feitenonderzoek en dat zij een vervolg willen geven aan het actieplan verbetering feitenonderzoek dat vorig jaar is afgerond. En ik spreek daarover. Zoals we hier staan is dit voor mij going concern. Gaandeweg. Ik vind dit een hoge prioriteit en de komende maanden ga ik met de sector hierover verder in gesprek en een vervolg zal ik ook zeker faciliteren. En bij dit vervolgtraject behoren zeker de conclusies aan aanbeveling van de inspectie, maar kijk ook naar de geleerde lessen. En dan doel ik bijvoorbeeld op de eindevaluatie van het actieplan die in oktober 2022 verschijnt.
Mevrouw de voorzitter, follow-up. November 22 zal ik vervolgens uw Kamer informeren over de stand van zaken van het plan van aanpak voor het vervolg. Werk aan zorgvuldig feitenonderzoek is mijns inziens niet alleen voldoende. Het is noodzakelijk. Maar het gaat ook om de vakbekwaamheid van professionals. Dat is ook primair noodzakelijk. Maar daarnaast moeten de randvoorwaarden, laat ik het zo formuleren, op orde zijn. En professionals moeten om te beginnen voldoende rust en ruimte hebben om het feitenonderzoek zorgvuldig uit te voeren. Ik heb het dan over een caseload. Wanneer ik kijk naar een professional, hoeveel verschillende casezaken hij of zij aan moet kunnen. Een beslissing over een uithuisplaatsing moet goed onderbouwd worden. Het moet helder worden overgebracht, is mijn stellingname, aan de kinderen, maar ook aan de ouders. En dan moet de basis op orde zijn. Ik herhaal het nogmaals. Ik zie dat de basis niet op orde is. En ik kijk naar een reële caseload, zoals ik juist noemde, maar ik kijk ook naar tarieven. En ik besef terdege dat ik in een stelsel werk wat gedecentraliseerd is, waar ik weliswaar stelselverantwoordelijke ben, maar waarbij de gemeenten nadrukkelijk nu in gesprek zijn met de gecertificeerde instellingen om hier verdere afspraken over te maken. Ook constateer ik de opmerkingen die de inspectie gemaakt heeft over de rechtsbescherming. Nadrukkelijk wordt gesteld, zorg ervoor dat de rechtsbescherming van kinderen en ouders beter moet. En het mag ook van mij verwachten dat ik in dit grote dossier u een plan van aanpak ga voorleggen in november, hoe ik daar invulling aan wil geven. De heer Omtzigt stelde mij 3 vragen, mevrouw de voorzitter. Zijn de huidige uithuisplaatsingen te vertrouwen, is een vraag. Laat ik vooropstellen. Als een dossier wordt aangedragen bij een kinderrechter, die tenslotte de beslissing neemt of een uithuisplaatsing wel of niet geëffectueerd wordt, staat het de kinderrechter ten alle tijde vrij, en dat woord bij zijn arsenaal, om iets terug te sturen en te zeggen, niet compleet, overnieuw. Andere mogelijkheid is het doorvragen van de rechter. En een derde mogelijkheid is ook een beslissing te nemen. Kinderrechters die ik gesproken heb, die actief zijn binnen juist dit domein, geven mij aan en hebben hun zorg ook uitgesproken over het dossier, maar hun werkwijze is conform zoals ik net schetste. De tweede vraag die mij gesteld wordt, feitenonderzoek. Als het niet op orde is en aangehaald wordt terecht artikel 3.3 van de jeugdwet. Dat je mag verwachten juist van die gecertificeerde instellingen voor de Raad voor de Kinderbescherming om de dossiers goed op orde te hebben. En kan ik garanderen dat alle uithuisplaatsingen die nu plaatsvinden gebaseerd zijn op een goed feitenonderzoek? Het onderzoek is gebaseerd op de dossiers uit 2021. Mag ik nu verwachten in 2022 dat er een verbetering heeft opgetreden? En het antwoord wat ik daarop moet geven is nee. Maar met een rechter die weegt, die controleert en die doorvraagt. En ook doordat wij nu al met de hele Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, daar vinden nu ook gesprekken mee plaats die volgende week door mijn departement worden afgerond, wijzen wij hen op de verbeteringen die plaats moeten vinden. Verbeteringen op korte termijn en verbeteringen op lange termijn, omdat het stelsel als zodanig aanzienlijke verbetering behoeft. Dank u wel. Wilt u afronden? Mevrouw de voorzitter, tot zover mijn beantwoording. Ja, dank u wel. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, dit is schrikbarend. Een minister die niet klip en klaar kan zeggen of de huidige uithuisplaatsingen op orde zijn. Ik vraag het nog een keer. Zijn de huidige uithuisplaatsingen op orde? En op hoeveel uithuisplaatsingen zijn er twijfels? En hij garandeert niet dat het feitenonderzoek nu op orde is. Dat betekent iets voor de minister van Rechtsbescherming, want hij noemde het actieplan. Dat actieplan, dat zij dit moet verbeteren. Dat actieplan is afgerond. En met een afgerond actieplan hebben we nog steeds geen dossiers op orde. Dus een nieuw actieplan of zo, of een nieuwe kabinetsbrief, heb ik niet veel zin in. Ik wil weten wat deze minister gaat doen om te zeggen of de huidige uithuisplaatsingen op orde zijn. En als ze niet op orde zijn en er dus kinderen onterecht uit huis geplaatst zijn, hoe hij zichzelf als systeemverantwoordelijke ziet, systeemverantwoordelijke voor de rechtsbescherming. De minister. Mevrouw de voorzitter, ik neem de systeemverantwoordelijkheid. Laat ik dat vooropstellen in de richting van deze Kamer. Maar ik ben zeer actief bezig om juist ook ervoor te zorgen dat waar het probleem met name ook zit, een stuk bemensing, maar ook het samenspel gemeenten, gecertificeerde instellingen, zorgdraag voor de goede dossiers,
dat er goede afspraken gemaakt worden en dat de randvoorwaardelijke kaders geschetst worden, dat het professional, de jeugdbeschermer, zijn haar werk goed kan doen en kan komen met een goed feitenonderzoek waarop de rechter dan een standpunt kan innemen. Om nu te zeggen, alle feitenonderzoeken kloppen op dit moment, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat in deze rechtsstaat er ook een kinderrechter is die weegt en die bekijkt of het dossier op orde is. En dan staan hem of haar, de rechter, mogelijkheden om te zeggen, het klopt niet, terug, alvorens de rechter een beslissing neemt. Dat vertrouwen heb ik in deze rechtsstaat, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, het is de wettelijke plicht en daar is de minister van Rechtsbescherming voor verantwoordelijk, in artikel 3.3 van de jeugdwet, dat die dossiers kloppen. En ik heb ook niet gelezen dat er geen grote fouten in zitten, zoals de minister zegt. Er zitten een aantal kleine fouten in, maar ook een aantal grotere. Wat gebeurt er om te weten dat die ouders die de komende weken van hun kinderen gescheiden worden, soms zelfs zonder rechtszitting, dat wij weten dat die dossiers op orde zijn? Daar wil ik een klip en klaar antwoord op hebben. Minister. Voorzitter, eerder heb ik aangegeven dat juist die ouders op het moment dat ze de idee hebben dat er een beslissing genomen is die niet juist is, ten alle tijde de weg naar de rechter openstaat en vrijstaat. Ik hou me daarom vast. In onze rechtsstaat bestaat die mogelijkheid. Daarnaast vinden de gesprekken nadrukkelijk plaats met de hele keten, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, om werk te maken om de dossiers op orde te hebben. Voorzitter, dit is een schijnwerkelijkheid. De dossiers zijn niet op orde. Er is geen wettelijk recht voor ouders en kinderen op juridische bijstand bij het meest ingrijpende besluit dat je kunt hebben naar de huisplaatsing. En bij spoeduithuisplaatsing is het een telefoontje van de gecertificeerde instelling na de jeugdrechter die een besluit neemt, zonder dat die ouder ook maar iets kan zeggen. Dan staat hij met 10-0 achter. Ik verwacht actie. Met 6 partijen hebben we al een initiatiefnota geschreven. U weet, de heer Assekamp van Denk, de Partij van de Arbeid, mevrouw Ariep, de heer Dassen, mevrouw Simons, mevrouw Van der Plas. Alle partijen hebben inbreng geleverd, want wij doen 7 aanbevelingen om dit te verbeteren. We zeggen het niet alleen, we zeggen ook dit moet je doen. En de enige die uitstel gevraagd heeft is de regering. Wij wisten dat dit probleem bestond. Er gebeurt niks. Ik verwacht van de minister van Rechtsbescherming binnen 2 weken een brief wat hiermee gebeurt en wat er met lopen uit huisplaatsingen gebeurt. Mag ik die toezegging hebben? De minister. Gelet op de urgentie van dit dossier, begrijp ik de vraag en wil ik daar ook invulling aan geven. Ik ga wegen wat de initiatiefnota is die daar ligt en u kunt de reactie van mij tegemoet zien.